De Chinese ambassade is bezig de laatste hand te leggen aan de verschillende activiteiten die in het kader van het Chinees nieuwjaar op 16 februari worden georganiseerd. Een van de belangrijkste activiteiten is evenals de drie voorgaande jaren een tweedaags tempelveer op het terrein van het KKF. Deze mededeling deed Thomas Scheung, voorzitter van de Suriname-Chinese associatie SCUA, en Yang Xiaowang, Deputy Chief of Mission van de Chinese ambassade, gisteren op een persconferentie. Scheung zegt dat de organisatie dit jaar anders en beter is dan voorheen. Hij benadrukt dat geen enkele etnische groep wordt uitgesloten om te participeren aan dit cultureel evenement. Wij verwerken van harte elke etnische gasten van elke etnische groepen om aan de Chinese tempelveer deel te nemen. De toegang is zoals altijd geheel gratis. Het Chinese nieuwjaar in Suriname is de belangrijkste dag van de Chinese gemeenschap en ook de eigen dag als officiële vrije dag in Suriname. Daarom willen wij deze tempelveer houden om onze blijdheid te delen met de andere etnische groepen. Speciaal voor dit evenement komen meerdere artiesten uit China. Xiaowang stelt dat het een festival wordt van internationaal niveau. U hoort ook Clifford Marika, Chief Executive Officer van de Southern Commercial Bank, die samen met de organisatie UnionPay de co-sponsor is van de Temple Fair. Performances of the first day starts around 7 p.m., but the temple fair opens at 2, so people are very welcome to go shopping there, to taste the Chinese food there at 2 p.m. on the 16th, and to enjoy the performances at 7 p.m., and then to enjoy the fireworks at 9 p.m. As me the sponsor van deze activiteit, dat het ons een groot genoegen is als Southern Commercial Bank, om telkens weer een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van een goed evenement, zeker wanneer het gaat om die Temple Fair. Het zal u bekend zijn dat die Temple Fair, tenminste het nieuwjaar, een van de belangrijkste momenten en activiteiten is van de Chinese gemeenschap. Clifford Marika, Chief Executive Officer van de Southern Commercial Bank, en daarvoor Yang Xiaowang van de Chinese ambassade gisteren tijdens een persconferentie. De ambassade zal samen met de Suriname-Chinese associatie SCUA een tweedaagse tempelveer organiseren in verband met het Chinees nieuwjaar. De activiteit begint op 16 februari.